Ja, lieve vrienden, een hele goede morgen alweer. Ja, het is net 11 uur geweest. Jan van Dam is onderweg. Dat zeg ik er even bij. Maar als eerste natuurlijk weer een heel hartelijk welkom. Het is vandaag zaterdag 21 juli. Het is 11:03. En vandaag had mijn lieve Heid jarig kunnen zijn. Had hij alweer 92 kunnen worden. Maar hij is 24 jaar geleden overleden, in maart. En mijn lieve Heid, nou, die zit hier samen met mijn moedertje. En daar zit hij op een ziekenhuisbed. Dus ja, hij is al meer, ja, maart was 24 jaar. Dus 24 jaar, april, mei, juni, juli, dus 24 jaar en 4 maanden. Maar oké, maakt niet uit, dat is gebeurd. Natuurlijk denk ik op zo'n dag als vandaag aan hem. Ik heb ook een plaatje op Facebook gezet voor hem. En ook bij mijn man in zijn, op zijn tijdlijn, die nou is omgezet door Facebook naar een herdenkingssite. Ik heb het beheer erover, dus ik maak uit wat ik erop zet, toch? En ik heb aan mijn mannetje gevraagd of hij me Heid de groetjes wil doen. Dus het komt allemaal wel naar boven ook goed. Ik ga koffie maken en een broodje, want ik heb zin in wat. En voordat Jan komt, dan heb ik dat tenminste gehad. Ze zeggen, geniet van jullie dag. Ik neem jullie vandaag hier en daar even mee naartoe. En of ik de GoPro neem, nee, ik denk niet de GoPro, want het is namelijk zo. Je hebt een markt en je hoeft niet altijd over die markt. Wel, jullie hebben ook zelf een markt, jullie weten hoe dat gaat. Dus, maar vanwege de paint en alles neem ik deze GoPro weer even mee. Ja, en ik zal Jan even bij die boot in die paint neerzetten en dan maak ik daar ook een filmpje van. Ja, lijkt me hartstikke leuk. Ze zeggen tot later. Kwispel staartje, ben jij? Ja. Ja, lieve vrienden. En onze Janneman, die is er al. Ja. Dag Jan. Hoe gaat het? Goed. Mooi. Goede reis gehad. Vanuit Emmeloord naar Lelystad. Lelystad Almere. Almere Amsterdam. Amsterdam Centraal. Via Haarlem. Rondreizen. Door naar Den Helder. En nou is die hier aan de bak koffie, die heeft iets op. Nee, nog niet helemaal op. Maar ja, wij gaan straks op de hort op, zoals ik al gezegd had. Dus ja, dan is het bij een meneertje die daar op de grond legt zijn kap weer op. En dan mijn booster uit de schuur en dan gaan we weer kachelen, zoals we dat noemen. Dus zeggen lieve vrienden, geniet ervan. Doei doei. Ja, lieve vrienden, en hij is ook klaar, hè? Hij is prachtig mooi geworden. Hij is gewoon super de super. Ik doe die mensen ook niet na. Ik baal er enkel van dat die vrachtwagen er staat. Maar ja, hij valt wel te zien, hè? Dus hij is super. Dus... Maar ja, we gaan naar dat andere toe, zoals jullie weten, en daar zit ik Jan in. Ja, we waren weer aangebeland. En Jan die staat even hier een foto ervan te maken. Op de juiste plek waar het moet. En hij mag zo meteen daar op de kade gaan staan, daar aan de overkant. Zou je dat voor me willen doen, Jan? Als je dat opgeslagen hebt. Mag je daar op die kade gaan staan? Ja, er gewoon heen lopen. Ja, doorlopen naar die kade. Rechtsaf. Ja, ho, ho, ho. Bij die kade, bij die bomen hier. Ho, stop. Nee, dat is geen kade, dat is een muur van een huis. Kom maar aan. Wat is nou een kade? Hier heet de kade. Hier.
Ja, dit is de kade. Ja, ja. Kom even. Ja. Ja. Mag ik even bij, lieverd? Zo. Nou, en dan moet ik zo staan. Oh, dit lijkt net goed echt. Ja? En dan hopen dat hij het doet. Zo behoort het. Nou, dan mag je nou ook nog over dat touwtje heen lopen. Van de... Ja. Oh, ja. Ja. Juist. Ja. En dan over het touwtje heen lopen en dan op die steiger. Hou op dat je niet valt, hoor. Ja, hier heet die steiger. Ja, ja, ja. Hier. Ja, ik weet. Lopen maar. Ben je bang dat je valt? Oh, nee. Dit is wel leuk. Ja, echt. Ja, ik vlog. Komt op YouTube. Ja. Echt heel mooi. Nou, klaar. Ja, en zoals jullie zien hebben we een terrasje gepikt. En wie kwamen we tegen onderweg? Ja, ja, mijn surrogaatzusje, mijn bonuszusje, onze Astrid. Dus ja, we zitten gezellig aan een sapje en een wijntje en een dingetje. Dus ja. Gezellig. Toch of niet dan? Ja, ja. Ze zeggen tot later. Geniet van jullie dag. Moest jij op de film? Hé? Moest jij gefilmd worden? Schoonheid. Hé? Schoonheid. Hé, onze prinses. Wat voor dikkie, hè? Meisje. Hallo. Met traantjes in de ogen. Hé. Hey. Met traantjes in je ogen. Ja. En daar is ons hondje. Hé. Hey. Ja, nou, kopje omdraaien. Ja, het koude kraag om, want het was zo warm. Hé, hey, ja. Voor de dikke, ja. Voor de dikke, ja. Ja. Hé, hey, daar hebben we ons andere meis. Oei. Ja, zeker, o jee. Ik kan ze in de gaten. Maar is het een mannetje? Nee, twee vrouwtjes, ja. Haat en nijd. Ja, de mannetjes al buiten. Ja, maar die twee hebben haat en nijd verhouding. Maar dat hebben ze ook bij die rode. Hé? Ja, nou. Iemand moet het nog moeten redden van de dood. Ja, zeker. Oh, een kleintje. Hé? Wat is dat? Hé, wat is dat? Ja, en ik was al met het eten bezig. Ik heb patat in de oven. De groenten gingen een beetje te hard. Dus dat heb ik eventjes afgezet. De zuur heb ik laag, want daar zit vlees in. Dus het is te wachten op die patat, dat die klaar wordt. Maar dat is nog zo bleek scheterig. Ja, dat wil ik nog niet op mijn bord hebben, hoor. Nee. En daar is een feestje gaande, want daar hebben ze de partytent buiten staan. De fietsen leggen ze wat in de goot. Dus ja, hoe is het de watters? Zal er wel eentje jarig zijn, denk ik, zomaar. Maar, oké, als ze zo maar lol hebben, hè? Ja, dus ja, ik zal mijn koffie even gaan opdrinken. Die zal wel zo wat koud zijn. En ik zou zeggen, voor jullie een hele fijne avond. En voor later zeggen wij, met z'n twee dit keer. Ik ga even naar Jan toe.
Ja. Dan zeggen wij en voor later wel trusten. Slaap lekker. Met mooie dromen. Gezond weer op. En tot aan de andere kant van de nacht. En degene die naar de kerk toe willen of gaan. Een gezegende kerkdienst. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Hé, hallo manneke. Hé, liefie. Ja, lieve vrienden, en zo zijn we weer op de zaterdagavond beland om, die klok heeft het 19:30, maar we zien. Ja, 19:33, Jan die heb ik net uitgezwaaid, die is weer op weg naar het station om de trein te halen naar, ja, hij woont in Emmeloord, maar daar hebben ze geen station. Dus tot hoever hij rijdt met de trein, weet ik zo niet. Geef het dan van. Want hij gaat dan met de bus weer verder naar Emmeloord. Maar oké, maakt niet uit. Hij is weer weg. Ik ga zo meteen deze vlog proberen in elkaar te zetten. Als ik tenminste genoeg filmpjes heb. Ja, ook dat nog. Maar in ieder geval, maakt niet uit. Een kort filmpje is ook net zo leuk. Voor jou hoor. En beter een beetje korter dan zo'n hele lange. Er is ook niks aan. Nee. En ja, het is warm. Ik heb de boel hier al weer schoon ook. Het aanrecht is weer schoon. Helemaal spik en span. Nou, kijk. Die heb ik voor mijn dochter Karin en Roderick gekocht. En daar staat op, eventjes kijken. Met witte letters zien jullie denk ik wel staan gefeliciteerd met jullie huwelijk. Maar met pen heb ik ertussen geschreven voorgenomen huwelijk. Tenminste voorgenomen. Dat staat er nog tussen met pen. Dat is zo niet te lezen. Maar weet je het niet. Een hele mooie orchidee. Een witte. Staat mooi voor als Rijn, hè? Dus ja, dat krijgt ze dus. Ik moet denk ik de prijs er nog afhalen, zie ik. Gaat er lekker niks aan. En Roderick ook niet. Dus dat gaan we zo eerst even doen. Mag ik er even door, schat? Mag ik er even door? Mag ik er even door? Ga thuis dat doen. Kom maar eten. Kom dan eten. Kom dan. Kom. Goed zo. Dus ook heb ik mijn kamervloer helemaal aangeveegd en gedaan. Ik moet enkel, daar is nog een vieze vlek. Dat dweil ik straks ook nog even weg. Even met een doek. En dan is dat ook schoon. En daar legt mijn prinsesje. Hé, ja nou. Ja. En hier zit mijn andere. Hé? Kijk eens, je muisje. Die is trouwens al helemaal kapot. Kapot, 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 kapot. Piep, piep. Piep, piep. Pak het dan. Pak het dan. Nee, geen zin om te spelen of zo. Hé? Nou, en mijn rode, die zat, ja, die zit er nog. Hé? Ja, allemaal dus thuis. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En ja, we hadden al wel rustig geweest, dat had ik samen met Jan gedaan. Vond ik eens leuk. Dus, nou zeg ik gewoon, tot morgen. Doei, doei.